geluk hebben, Bernard Hammelburg. Hi, Wilfred. Ja. Nee, ik mag niks aan je vragen, heb ik gehoord. Dus, je mag niks aan me vragen? Nee, dus, ja, nee. Maar je hebt hem terug. Dat is, ja, ik heb hem terug. Ja, die actie is gelukt, ja. Ja, nee, ja. Dan hou ik er verder over op. Ja, het was boos. Heel goed. Het vond ik niet fijn dat ik dat gedaan had. Maar het was echt gewoon een interesse, was het. Die stapt, alleen de hele oplettende luisteraar van vorige week snapt hem nu. Onmiddellijk. Ja, die snapt hem wel. En we hebben er hij een heeft hoop. Hem terug. Dus ja, dat ik heb hem terug. Ja. Ja. Dat je het even weet. Ja, ik, ben je blij? Ik ben hartstikke blij. Dankjewel. Ja. Ja. Nou, het is best vervelend als je hem kwijt bent. Ja. 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 Jij kent Bernard Hammelstein goed, toch, of niet? Ja, ik moet je even verbeteren. Dit is Bernard Hammelburg. Oh, Bernard Hammelburg, oh, ja. Ja. Maar dat is toch een icoon, deze man. Je kent hem toch wel, mag ik hopen? Ik hoor dat jij, ik ken de naam, nu. De stem. De stem. En ik hoor ook altijd dat u kan mooie anekdotes vertellen. Een soort wandelende encyclopedie op de redactie. Maak een notitie. Er zegt iemand u tegen. Ja, ik heb al excellentie aan de politiek gegeven. En u aan... Je zit in een reet allemaal trouwens. Is dat Limburgs of niet? Wat zeg jij? Is dat Limburgs? Dat je iedereen in de reet kruipt? Nou, ik kruip jou niet in de reet, toch? Nee, dat is al lang geleden inderdaad. Ja. Kijk, nooit iemand die dat probeert. Iedereen had gelijk zijn bot tegen mij. Waarom is dat? Ik doe niet bot, hoor. Maar je wordt altijd door jou uitgenodigd om ook een beetje lullig, assertief, bij de hand, pedant terug te doen. En daar laten mensen zich dan wel eens toe verleiden. Dus daarom, dat is wat je zelf een beetje uitlokt. Maar ik vind dat heel leuk. Grandioze analyse, hoor. Is dat zo? Ja, die man... Hij speelt tussen de kraan, hoor. Hij zit hier, wat? Nog geen uur? Hij heeft helemaal door, in één keer. Ja. Er zijn echt mensen die gaan dan echt met boter en suiker in. Die worden dan heel boos meteen. Ja. Uiteindelijk is dit ook sport, natuurlijk. Het is gewoon een beetje stemming. Het moet toch gebeuren? Er moet toch wat gebeuren, Bernard, in het leven? Anders is het allemaal, kabbelt het maar door. Nou, het hangt er een beetje vanaf wat het is. Er zijn heel veel plekken in de wereld waarvan ik dacht, ik zou willen dat er niets gebeurde. Nee, waarvoor je komt, daar is niet veel vreugde op dit moment. Er zijn hoekjes ergens in Australië, heb ik wel eens gehoord, waar helemaal nooit iets gebeurt. En er is ook eigenlijk nooit nieuws. En soms denk ik, bijvoorbeeld Tasmanië. Ja? Daar gebeurt helemaal nooit iets. Hoe bedoel je? Er valt wel eens iemand iets gewoon... of zo? Jawel, maar er gebeurt gewoon nooit iets. Er is nooit een conflict, er is nooit een probleem, niks. Alles gaat er goed. En soms denk ik wel eens, wat moet dat? Wat voor mensen leven daar dan? Ja? Er leven wel gewoon mensen, dat stuk waar jij het over hebt. Ja, het is gewoon normaal land. Er is ook winkels. Pieter Tasman, weet je wel, die heeft het ontdekt en zo. En, je kunt je het niet voorstellen, toch? Ik was op een expeditie Robinson in 2016. Moet je zo 30 dagen op zo'n onbewoond eiland met allemaal semi-BN'ers en vreselijk was dat. Wat zeg je? Nee, semi-BN'ers. Ja, en daar was ook één man van de lokale bevolking. Dat was in de buurt van Manila, zo'n eiland. Filipijnen. Ja. En die was daar... Zijn enige taak was de hele dag gewoon een beetje dat eiland in de gaten houden. Dat als er 's nachts met name iets gebeurde, dat hij dan... Dus die man had geen stress, geen gedoe. Die lag daar in zo'n hangmatje. Had 2-3 kinderen. En gewoon easy life. Ja. Heerlijk lijkt me dat. Ja. Het is toch veel te druk, Wilfred Gené. Waar ben je dan weer in Amsterdam gaan wonen? Waarom niet lekker in Venlo en gewoon genieten van het leven? Nou. Ja, maar hier is dan toch iets wat ik spannend vind. En je kunt hier van alles meemaken. Dat bruisende vind ik ook wel lekker. Ja, oké. Okay. Ondertussen bruist het absoluut niet in het Donbass. Nee. Vreselijk wat daar gebeurt. Ja. Want die Russen zijn natuurlijk ontzettend boos over dat kelderen van dat schip, neem ik aan. Ja, dat is wel een gek verhaal. Omdat toen dat is dus hun vlaggenschip. Ja, en die was bij dat slangeneiland ook, toch? Ja, precies, waar die... Die mensen zeiden fuck you zelf. Fuck you, in plaats van zich overgeven. Dat was zelf geweldig. Maar dat vlaggenschip is dus... Daar is een ontploffing geweest. En de Russen zeiden... Dat komt omdat er een vonk is overgeslagen. Ja, in de magazijn of zoiets. In het magazijn. Er zit natuurlijk enorm veel munitie. Als dat ontploft, heb je een ramp. Ja. Dat heeft ze voorgedaan. Toen hebben ze het wrak proberen weg te slepen. En het is uiteindelijk gezonken. Ja. En het is echt wel een heel... Maar de Oekraïners zeggen toch dat ze raketten hebben afgeschoten? Juist, de Oekraïners zeggen, wij hebben de raket op afgeschoten. En twee kruisraketten. En daardoor is hij tot zinken, althans beschadigd en uiteindelijk gezonken. En het rare in het verhaal is dat de Russen zijn dus woedend dat is gebeurd. Maar het is onlogisch wat ze zeggen. Want als ze zeggen, het komt omdat er een ongeluk is gebeurd... Ja, dan kunnen ze moeilijk boos worden op Oekraïne. Ja. Dat lijkt me ook niet. Nee, dus, en ze hebben, maar ze zijn wel boos of niet boos? Ze hebben gisteren voor het eerst in een tijd al... ik weet niet precies hoe lang, maar laten we zeggen een paar weken... doelen beschoten met kruisraketten in de buurt van Kiev. Dat las ik ook. Terwijl we allemaal de indruk hadden dat ze daar het nou lieten lopen... en zich helemaal op die Donbass zouden concentreren, wat ook zo is.
Maar ze zeiden daarbij, ja, dat is een, voor een deel is dat ook een represaille. En ik maar denken. Want als je zegt een represaille, maar je zegt tegelijkertijd dat schip, dat hebben die Oekraïners niks mee te maken. Nee. Ja, dan waar is, heb je het over dan? Precies. Ja. Maar er is nog een ander incident geweest, een week geleden of zoiets. Er is, hebben de Oekraïners een paar kruisraketten afgeschoten voor het eerst op Russisch grondgebied. Okay. Dus en dat is behoorlijk schade. Er waren iets van 100 gebouwen beschadigd, een aantal gewonden. Dus daar waren die Russen heel boos om. Dus het kan ook best zijn dat ze met represaille het daarover hebben. Maar dat is niet meer. Dat maar uiteindelijk is er zoveel niet duidelijk in deze oorlog. Nee. Nou ja, we hebben het er zo vaak over gehad. Maar de waarheid is altijd de eerste slachtoffer in een oorlog. En dat is nu ook zo. Maar in deze oorlog, extreem, vind ik. Het is bloed ingewikkeld. Je moet kijken hoeveel uren wij besteden. Bijvoorbeeld mijn geweldige collega Geert-Jan Haan. Die is goed, hè? Die is echt heel goed. Ja. Maar ook heel veel andere mensen bij denktanks, journalisten. Ja, die allerlei mensen die echt ongelooflijk veel tijd... de BBC, de Washington Post. Ja. Ongelooflijk veel moeite doen om te kijken... wat klopt er van deze beelden? Is het wel waar? Is het echt gebeurd? Kunnen we het bevestigd krijgen van een andere bron? En dat maakt dit allemaal zo... Deze oorlog is nu 50 dagen onderdag. Lang. 50 dagen. Ja. Hoe zou je het willen omschrijven, die 50 dagen? Als 50 dagen... een ramp van 50 dagen. Dat is de beste... En maar als dit nu al 50 dagen zo gaat, wat is jouw verwachting dan? Nou, dat is ook weer zoiets. Jouw eerste vraag was over de Donbass. Hè? Ja. Dat gebied in het oosten. Ja. Wat ze klaarblijkelijk absoluut willen innemen en behouden. Maar daar zijn ze gestuit op iets wat ze nooit hadden verwacht. Namelijk Russisch sprekende mensen. Mm-hmm. Of zelfs separatisten. Die roepen, ja, maar wacht even, ik ben toch in de eerste plaats Oekraïner. Dus dit wil ik ook niet. Dus ze krijgen oppositie, maar ook zeggen militaire oppositie. Er wordt gewoon teruggevochten in die regio. Hadden ze niet verwacht. Hmm. En daarom zijn ze nou bezig met het reorganiseren van de krijgsmacht. Aparte generaal voor aangesloten. De slagen van Syrië. En de bedoeling is om in de eerste plaats de organisatie te verbeteren, want het is allemaal los. Maar Bernard, als je deze man aanstelt, dan kun je de meest gruwelijke... We hebben wel heel veel gruwelijkheden gezien. Ja, we hebben heel veel gruwelijkheden gezien. En dat gaat nog een stapje extra worden? Nou ja, de vrees is, je hebt de slag om Mariupol, dat nog steeds niet is gevallen. Nee. Het is ongelooflijk, het is veranderd in een maanlandschap. Zo langzamerhand. Het is platgegooid, Met het krioelt van de lichamen in de straten, maar het is nog steeds niet gevallen. Heel bijzonder, maar de vrees van velen... Voor mij ook wel een beetje, is dat hun volgende doel Odessa wordt. Dat gaat meer naar het zuidoosten. Dat hoort eigenlijk niet, of formeel hoort dat niet bij dat gebied. Maar het zit er eigenlijk wel aan vast. En waarom zou dat zo vreselijk zijn? Omdat Mariupol is een grote haven. Ja. Odessa is ook een grote haven. Maar het zijn de enige grote havens die het land heeft. En ze leven voor een groot deel van de export van tarwe. En hoe kun je tarwe exporteren als je geen havens meer hebt? Dat is echt een ramp. Ja. Ja, je hebt de microfoon weggelegd, omdat het je zoveel doet, deze oorlog, Lex? Of? Nee, omdat ik naar slimme mensen heel nauwkeurig probeer te luisteren. En dan zelf niet per se meteen iets heb toe te voegen. En omdat ik ook, maar dat is meer een particulier gevoel, dat ik, en dat is misschien ook een beetje asocialerig, maar ik heb eigenlijk mezelf een paar weken geleden ook voorgenomen om niet meer alles te lezen en te weten en te horen. Nee, dat begrijp ik heel goed. Want ik... Ik hoor het vaker, en echt waar, geloof ik. Wij doen het omdat het ons vak is, het mijne zeker, om die dingen te bekijken, te analyseren, de commentaar op te hebben, te proberen om de luisteraar te helpen, te begrijpen. Maar ik kan me 100% voorstellen dat je denkt, ik kan dit even niet hebben, ik geloof het wel. Maar er zijn meer dingen op de wereld dan een oorlog in Oekraïne. Dat is waar. Maar tegelijkertijd denk ik ook van... ja, ik kan het wel niet willen horen nu. Hè, maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. En die mensen die het meemaken... die zijn natuurlijk nog miljoen keer... vinden het miljoen keer verdrietiger en erger en heftiger dan ik. Ja. Dus waarom doe ik eigenlijk zo moeilijk in mijn westers welvarend landje... om zo te duiken en mijn kop in het zand te steken? Nou ja, dat is precies wat Zelensky zei toen hij de Tweede Kamer toesprak. Op een gegeven moment gaat het bij de mensen naar de achtergrond. Ja. En zijn ze er eigenlijk niet mee bezig. Maar wij zitten er middenin, zei hij. En wij hebben er elke dag mee te maken. Ja, en wij zijn ook een beetje de poort van Europa. Dus het gaat ook over jullie wat er bij ons gebeurt. Ja, nou zeker als Zweden en Finland eventueel bij de NAVO willen. Ja. Er tegen Amerika nu gezegd is, zou je willen stoppen met het leveren van die wapens aan Oekraïne. Dus je voelt die spanning. Ja, je voelt van de spanning. En de Russen hebben gezegd, als die twee landen lid worden van de NAVO, dan schuiven wij onze
kernwapens op richting Oostzee. Dus aan de kant, vlak daarbij eigenlijk. En heel veel mensen denken, oh vreselijk, komen de kernwapens ongeveer tegen onze grens aan. Wat natuurlijk lulkoek is, want zo'n kernwapen, dat kan je ook vanuit Siberië afschieten. Maakt niks uit. Maakt niet uit waar die staat eigenlijk. Nee, maakt helemaal niet uit waar die staat. Dus gaat iedereen over je heen dan? Ja, precies. Toch, het is ook altijd een oogmaker. Ja, precies. Het is ook een beetje intimidatie. Maar het voert de spanning enorm op. En terugkomend op je eerste vraag. We moeten nu ons even concentreren op wat er in de Donbass gebeurt. Want daar komt een enorm nieuw offensief. Ja. Het komt eraan, het is eigenlijk al begonnen. En de vraag is of de Oekraïners, die tot nu toe ongelooflijk goed hebben teruggevochten, of die dat kunnen volhouden. Hebben die wapens nodig dan ook, zeggen ze steeds. Ja. Betere wapens. Ja. Dat mag dan weer niet van de Russen, dat Amerikanen dat gaan leveren. En die hebben net dan een hele partij geleverd. Natuurlijk, en wij ook. Ja. Ja, iedereen. Ja. Maar ja, als ze dat blijven leveren, wekken de Russen de indruk, dan volgen de represailles, toch? Ja, precies. Nou ja, maar ja. Als je nu kijkt naar de puinhoop die ze al hebben veroorzaakt, dan weet ik niet of het zo heel veel uitmaakt. Oké. Ik zou zo willen dat je een keer iets hoopvols kon vertellen, maar het zit ik ook. En daarom, ik zit naar Lex te luisteren en ik denk ook, ik zou best een beetje willen lachen of zo, om een leuk onderwerp, ook in de internationale politiek. Er gebeuren ook wel eens leuke dingen, maar je moet wel zoeken, hoor. Moet je een keer naar zijn televisieprogramma kijken. Dat is elke avond lachen hier. Ik weet het. Ik heb de eer gehad om daar het gast te zijn. Ja. Je weet hoe het is. Maar binnenkort waarschijnlijk weer een keertje, toch? Nee, best kunnen. Ja. Nou ja. Ja. En het was wel gezellig. Het was niet ordinair of zo. Nee. Het was een hartstikke leuke avond, echt waar. Ja. Je hebt drankjes ook Maar waar ik dan wel... De stijl van het programma, dat vind ik wel leuk, toch even zeggen. Je zit dus midden in een gesprek zoals wij nu hebben over Oekraïne. Ja. En wat erg, en zoveel duizend doden, en gaat het door, lijken in de straat. En dan middenin, dan komt René, die zegt... En wat vonden jullie eigenlijk van de manier waarop Feyenoord heeft gedaan? Midden in het gesprek. Ja. En gisteren ging het over masturberen. En ik schoot dus in de lach toen dat gebeurde, maar goed. Zo kijkt het programma. Ja. Masturberen? We zaten midden in een discussie over... Volgens mij ging het over winsten. Maar er was een man, was geblesseerd geraakt bij het masturberen. Die had een longembolie opgelopen of zo. En ook filmpjes erbij laten zien, alles? Nou, we hebben de foto's laten zien van die man, is bijna gestikt. Ja. Wordt hier gelachen? Wat is dit voor iets raars? Het is een heel serieus onderwerp. Heel ernstig. Wat heb je nu verteld? Jij wilde lachen. Bedankt. Hammelburg, bedankt weer. Goed dat je er was.